Vanmorgen, 9 uur, werd ik met een grote schok wakker. Het was woensdag en vandaag moest de postbode uitsluitsel geven. Vandaag moest er een bandje uit Frankrijk komen, van Jan Ruys. Maar behalve de ochtendkrant, niets. De KRO opgebeld, misschien was het daar aangekomen. Ook niets. Allerlei gedachten spookten vanaf dat moment door mijn hoofd. En ik kwam steeds op hetzelfde uit. Waarom is er geen bandje van Jan gearriveerd? Alle mogelijkheden heb ik vandaag overwogen. Zoals, hij is het gewoon vergeten. Maar ja, die kans was uiterst klein. Hij heeft het te laat op de bus gedaan. Maar dat hadden we uitgeprobeerd. En het duurde ongeveer 4 dagen. Dat wist Jan. En die kans was dus ook uiterst klein. Een laatste mogelijkheid bleef over. Jan heeft geen bandje kunnen opsturen deze week. Waarom niet, vroeg ik me toen af. Waarom heeft Jan geen bandje kunnen opsturen? Zou zijn bandrecorder stuk zijn? Bijna uitgesloten. Dan had hij toch een briefje gestuurd. Maar hij heeft niets gestuurd. Bovendien, als Jan op dit moment nog in staat was om iets te doen, kon hij toch bellen? Hij weet het telefoonnummer en de telefoon staat naast me. Waarom belt hij niet? Luisteraars, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik vrees het ergste. Ik ben bang. Vannacht heb ik gedroomd. En ik ben badend in het zweet wakker geworden. Ook wil ik Pa en Moe Ruys niet ongeruster maken dan dat ze nu al zijn. En alle vriendinnen van Jan die luisteren. Die wil ik op het hart drukken. Geen paniek. Laten we hopen dat het meevalt. Verleden week. Het bandje van verleden week. Toen ik dat hoorde, had ik al een gevoel dat er deze week iets mis zou gaan. Ik heb het bandje bewaard. Ik heb het vandaag 3 keer gedraaid. En als je hoort... Met de bus gaat het goed. Op 1 ding na. Er zit ergens een gat in de uitlaat. En je hoort dan iets verderop op het bandje, hoor je dit. En eigenlijk is het te warm ook nog om ook maar iets te doen. Samen met mijn droom van vannacht. En de postbode die nu geen bandje opstuurt, dan... Eén moment. Er staat iemand. Er komt net een somber uitziende envelop hier de studio binnen. En het is een brief van afdeling Inklaring, postkantoor Roosendaal. Bericht van aankomst, mevrouw -meneer. Op bovenstaand adres is een voor u bestemde zending uit het buitenland aangekomen waarvan aangifte ten invoer moet plaatsvinden. De aangifte ten invoer kan op 2 manieren geschieden. U kunt de goederen zelf ten aanvoer aangeven. Aanwijzingen hoe te handelen zijn al vermeld op bladzijde 4 van het formulier. U kunt mij verzoeken aangeven ten invoer te doen. In dat geval behoort u bladzijde 2 van het formulier volledig in te vullen. Wat allemaal voor 1 bandje. Bij dit formulier moet worden overlegd. De toegezonden douaneverklaring is een nodig geld als certificaat van oorsprong. Wat krijgen we nou? Welke idioot haalt in zijn hoofd om het bandje van Jan Ruys op te houden aan de douane van Roosendaal? Ik zit met die ongerust te maken. Pa en Moe Ruys zijn ongerust. Ik zit badend in het zweet, word ik wakker. Het is toch helemaal te dol om los te lopen? Welke douaneambtenaar is dat? Welke douane... Dat staat er niet op. Dat staat... Wel, hier en Gunther.